Vandaag is het team in Maarsen, waar de tuin van Brigitte helemaal op de schop gaat. Want het moet wat haar betreft gezelliger. En ze willen een feestje met vrienden kunnen vieren. Ik had vroeger een balkonnetje en nu heb ik dus echt een tuin. En het lijkt me heel fijn als daar wat leuks van gemaakt wordt. En ook dat de schaduw in de tuin komt, want het is hier heel erg heet, want het ligt echt pal op het zuiden. Uiteraard ga ik sfeerverlichting in de tuin aanbrengen. Maar verlichting kan ook heel belangrijk zijn in het kader van veiligheid. Deze lamp die gaan we hier tegen de muur aanzetten. En ook deze die werkt op solarverlichting. Het is met een draadje, zodat je het paneel ergens neer kan zetten, zodat hij genoeg zonlicht vangt. Er zit dus een oog op. En op het moment dat je de tuin binnenkomt lopen, dan signaleert hij dat en dan springt hij dus ook aan. Brigitte kan binnen dus meteen zien als iemand de tuin binnenkomt lopen. En ook de rest van de verlichting die Ivo in de tuin gebruikt is op zonne-energie. Wel zo handig. Loop lekker rond en geniet ervan. Doe jullie je ogen maar open. Wow. Het is echt mooi. Oh, kijk dan. Oh, ik dacht dat het regen was, maar dan hebben we een waterval. Oh, gaaf. Kijk die boom. Oh, cool. Kijk, ze hebben gekeken. En kijk, ze hebben ze ook opgehangen. Kijk in de buitenkeuken. Oh, wauw. Ook weer binnen afdak erboven. Kijk, de bloemenbak. Ja, gaaf, hè? En die eettafel. Echt gaaf, hè? Oh, kijk hier het doek. Ja, dus je kan lekker onder de zon zitten. Ja. Onder de zon. Ja, hier kan je ook gewoon lekker met z'n allen op zitten. Ja. Ja, die tafel is ook echt heel mooi groot, hè? Kijk eens even, daar kun je ook lekker met z'n allen aan zitten. Ja, daar heb je geen extra tafel. Nog een lijstje erbij. Leuk. Echt grappig. Echt heel mooi. Kijk, hier ook die lampjes.